Mind your step. Yes, mind your step. Welkom in Bahrein, of all places, ten oliestaatje in Saoedi-Arabië. Tweede deel van de reis. Yo. Nee, maar dat vond ik wel echt de verse stapels. Special documentary about Nepal, yes. Nou, we maken kennis met gidsen en nog eens gidsen. We vallen midden in de gezelligheid. He doesn't smile at me. He does, yes, he smiles. Yes, very good. Yes, we know. Yes, we know. So he will be jealous if he sees this big bottle. Oh yeah. He will be jealous to see this now. Yes. Okay. You saw that, guys? Yes. Yeah.
We will try that at home too. Yes. From now on. Thank you. But this is for my answer. Yes? What? One more? Yeah, yeah, yeah. Two more. Yeah, yeah. We will sing tonight. I go to bed and I sleep. Goedemorgen, de zondagochtend, 8:10, Nepalese tijd, in Nederland nog 3:25. We zijn aangekomen naar een hectische vlucht, via Amsterdam naar Bahrein, een klein eiland van de Verenigde Emiraten, en nu zijn we in hartje Kathmandu. Gisteravond met alle ega's ontvangen door Jagat en Indira, die ons onmiddellijk meenamen naar een fantastisch leuk restaurantje. Lekker even bijgepraat met grote flessen Everest bier, 620 milliliter. Nou, dat gaat er wel in. En daarna zijn we in bed geploft en hebben 8 uur aan 1 stuk doorgeslapen. Het hotel, ja, wat kunnen we erover zeggen? Het is gezellig. Overal planten. 501. Je ziet. En zelfs het allerbelangrijkste, ze zijn allemaal meegekomen. Alle laptopjes door de douane zonder problemen. Goed zo. Dat zit nog eens lekker. Lekker aan de koffie. Very good. I will show that in Holland. Well, you're looking very intelligent. You know, what's the keyboard? Yes. Ja, zeker. Ik ben zien dat je ook door de straatjes van Kathmandu bent gewandeld. Vesten hebt gekeken, zwaar hebt onderhandeld, ook gespuugd hebt op de grond. Nee, kijk dan. Ik kijk waar ik loop. Ze rijden hier links of rechts of allebei. Dit is het. Vandaag beginnen we de 3 belangrijkste bezienswaardigheden van Kathmandu te bekijken. Eén daarvan is de Swayambhunath-tempel op een heuveltop. 'S Avonds is deze tempel prachtig verlicht. Swayambhunath is de oudste boeddhistische tempel van de Kathmandu-vallei. De tempel wordt ook wel de apentempel genoemd, omdat er zoveel apen logeren. Thank you.
De Stupa-tempel van Bhutnadat is ongeveer 500 jaar oud en oefent grote aantrekkingskracht uit op pelgrims en vluchtelingen uit Tibet. De Bhutnadat Stupa is dan ook een van de belangrijkste religieuze plekken in Nepal en het is ook een van de grootste boeddhistische stupas ter wereld. De stupa ligt op een mooi groot rond plein en wordt omgeven door een cirkelvormig dorpje waarin vluchtelingen uit Tibet, voornamelijk monniken, een toevlucht hebben gevonden. Het Pashupatinath is een tempelcomplex gewijd aan Lord Shiva. Hier stap je midden in de Hindoestaanse cultuur. Bij speciale ghats langs de oevers van de heilige Bagmati-rivier worden de doden verbrand, in het openbaar. Voor westerlingen vaak een confronterend beeld. Maar voor wie in reïncarnatie gelooft, is de dood veel minder beangstigend. Wat doe je dan al zo'n veel indrukken? Dan ga je eens lekker.